Gijsbert! Hey, Adelheid, hoor je mij? Gijsbert, zit jij nu in een auto gewoon? Ik zit in de auto, ja. Wauw, dat het toch allemaal kan, die techniek? Ja, en je hoort mij ook nog. Ik hoor jou. Wat heb je een leuk hoedje op? Ja, het is een band. Oh, kijk. Ja. Het is een band. Ben je gezond of niet? Ik ben tot op heden gezond. Dat is dan een groot goed. Zeker. En jij ook echt, Gijsbert? Ja, ik voel me gezond en goed inderdaad. Ja, maar het is wel heel hard werken. Toch ook, in de goede zin. Ja, jij bent bestuursvoorzitter, hè, van Humanitas. De zorghuizen van Humanitas in Nederland. Ja, vooral in Rotterdam, verpleeghuis en thuiszorg. En wij doen ook heel veel met dak- en thuislozen en opvang in de GGZ. En ook welzijn in een aantal wijken in Rotterdam. Dus dat is van alle facetten voorzien. En dus in allerlei varianten maak je deze periode ook mee. Ja. Wat is nu als bestuurder, wat is het waar je het meeste over topt? Nou, het enorme verdriet toch ook bij familie die niet bij hun vader of moeder kan of wat voor relatie er ook is. En ik zeg vaak vanuit hoofd snap ik het, de maatregelen die genomen worden, maar uit hart is het soms heel schrijnend. En het tweede is, je bent ook werkgever. Dus er werken ontzettend veel mensen bij ons die liefde voor de zorg hebben en ook het welzijn. Maar die hebben ook een gezin thuis en hebben ook te maken met een omgeving en hebben ook kinderen. Dus die maken zich ook wel vaak zorgen. En dan is het ook wel heel hard om te zien dat ook personeelsleden die bij ons werken positief het coronavirus krijgen. En hopelijk ook niet in zo'n stadium dat dat doorslaat naar de verkeerde kant. Dus dat zijn wel twee dingen die mij continu bezighouden sinds dat hier in Nederland is binnenkomen denderen. Ja. Zie jij een mogelijkheid, wat Karin Gamers was ook gast vanmiddag. Okay, en Karin die pleit voor een maatwerk van familieleden die alsnog toch op bezoek kunnen bij hun ouders die in zorghuizen wonen. Zie jij mogelijkheden? Ja, dat is ook het gesprek continu bij ons, ook intern, van cliëntenraad tot met familie, maar ook gewoon van medische dienst tot de collega's onderling. En je ziet ook in de stad dat gesprek volop gaan is. En dat duivelse dilemma is er wel, van moet je de boel gewoon hermetisch gesloten houden, wetende dat om elke mogelijkheid te voorkomen, of laat je dat ook toe? En je ziet nu wel, ook bij een aantal collega's in de stad zie je de zogenaamde bezoekershuisjes. Dus voor de locatie wordt er een huisje neergezet letterlijk, waar je dan toch één op één achter plexiglas je vader of moeder kan zien en ook gewoon spreken. En wij zelf zijn nu een aantal van dat soort dingen in de locatie aan het organiseren. Dat je in de ontmoetingscentra die nu leeg staan, dat je toch via een bepaalde route en ook weer veilig terug, dat je wel één op één met een familielid kan spreken. En natuurlijk hebben wij vanaf dag 1 ook ingevoerd dat je dat kan doen via iPads en beeld-luisterverbindingen. En dat wordt ook enorm gewaardeerd. Ook heel gaaf om te zien dat er veel partijen zijn die dan dat soort iPads en luisterverbindingen ter beschikking stellen. Dus dat hebben we op iedere afdeling wel. Maar het fysiek zien van elkaar, dat is toch wel iets anders. Dus dat proberen we nu wel weer wat meer toe te staan inderdaad. Het is een taboe onderwerp. Ja. Ik realiseer het me. Maar als er nou oudere mensen zijn, die hebben natuurlijk rechten. Die hebben mensenrechten. Hè? Dus die kunnen ook zeggen, ik wil het risico lopen dat ik aan corona sterf, maar dan wel mijn naaste en mijn liefde kan zien. Hoe moet je daar als bestuurder mee omgaan? Kun je die vrijheid geven? Nou, ik krijg die vraag wel meer en ik heb hem mezelf ook gesteld. En ik heb tot op heden de conclusie, volg je hart. En als familie heel bewust dus weet van, we lopen dit risico en we doen dat wel overwogen, dan vind ik, volg je hart en dan moeten we het ook toestaan. En zo hebben we, niet in heel veel gevallen, maar zo is een
Ik vond het echt een heel ontroerend verhaal in het begin al, dat een partner van een bewoner bij ons zei: ik trek bewust in bij mijn vrouw. En ik wo ga wonen op haar kamer, wetende dat dit dus ook mij kan overkomen. En ik de komende periode niet het gebouw uit kan. Dat hebben we toegestaan. En Wauw. laatst hebben we nog, ja, heel bewust iemand die gewoon echt 24 uur zorg nodig heeft. En dan is het heel ingewikkeld in de wet, zoals het allemaal is, om iemand toch mee naar huis te nemen. En dat hebben we wel toegestaan uiteindelijk. Ik ben blij dat het niet in heel veel gevallen voorkomt, want het zijn allemaal enorme dilemma's. Maar die familie had het thuis zo goed geregeld en vang dus ook hun moeder op in dit geval, in de thuissituatie, die normaal op een dementerende afdeling woont. En ja, nou ja, zo toch maar ja, dat maatwerk wat Karen dus genoemd heeft, toch wel op een of andere manier toe te staan. Maar ja, de richtlijnen zijn wel snoeihard van de deur is dicht tot op heden. Maar je ziet wel, ja, dat kan je niet volhouden. En, dus laten we alsjeblieft ons hart af en toe volgen. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting. Ja, mooi. Wat mooi, die voorbeelden. Ik kan Ja. me dat heel goed voorstellen. Ik zou me dat bij mijn moeder, is natuurlijk al overleden, zoals je weet. Maar ik zou me dat bij mijn moeder, ik denk ook, ik kan me zelfs dat inwonen voorstellen. Omdat ik dacht, mijn moeder die ging op een gegeven moment helemaal in een foetushouding, weet je wel. Toen was ze al zo, had ze al ja, zo lang Alzheimer. En zij kroop eigenlijk de hele tijd als een soort foetus, baby, zo, weet je wel, in de holte van mijn lichaam. Ja. En ik heb ook een paar keer gehad dat ik dacht, oh, wat zou het eigenlijk prachtig zijn als ze zo zou kunnen sterven. En dat was natuurlijk ook bij jou in huis in de Leeuwenhoek met mevrouw Bahadur. Die vind ik, dat is deze mevrouw, hè? Die vond ik Ja, ook bekend, weet ja. je nog? Ja, die we ook letterlijk in het warme bad, zeg maar, dat ze helemaal terugging naar zo'n houding, inderdaad. En volledig tot rust Ja, kwam. en Ja. dit zijn daar kinderen, Harry en Gisela. En zij, weet je, ik zag mevrouw Bahadur, die kon eigenlijk verder niks meer bij jou in huis. Maar die kroop ook steeds helemaal zo in die holte van lichamen. Ja, en ze kon niks communiceren, maar je merkte wel aan haar dat ze daarmee tot rust kwam en vredig was, zeg maar. Ja, exact. Ja, dat weet ik nog goed, ja. Ja. Ja, en dat zou je ook nu willen als familie, inderdaad. En het andere, ja. Ons leven is natuurlijk, als je toch hoort, ja, dat de mensen corona besmet zijn op een afdeling waar jouw vader of moeder is, die dan nog niet die besmetting heeft, van wat enorme spanning je dan hebt. Wat gebeurt er? Wordt ze ook besmet? Mag ik erbij? Hoe doen jullie dat? Ja, dat is bijna niet tegen op te antwoorden. En hoe goed je ook aan het communiceren bent. Dus het verdriet en boosheid en alles wat ertussen zit, maken we mee. En dat, ja, dat moeten we ook maar incasseren, laat ik het zo maar zeggen. En daar vind ik ook niks van. Er is niks goed of slecht in die zin. Nee. Nee, ik ga, lieve Gijsbert, ik ga afscheid van jou nemen. En ik ga onthouden wat je zei over toch de afwijkingen en het doorbreken van de wet. En dat mensen hun hart kunnen volgen om hun ouders of hun geliefdes in de holte van hun lichaam te kunnen begeleiden naar de dood. Ja joh, wie ben ik of andere mensen die in dit werk werken als kinderen het beter weten van hoe ze met de vader en moeder om willen gaan. Dus dat moeten we ja, doen. Hè? Precies. Hey, dank voor je aandacht. Dank jou, lieve Gijsbert. Heb het goed. Dank.